Interrail 2021 is begonnen. We nemen zometeen de eerste intercity trein richting Schiphol Airport, waar ik meteen ook al onze laatste bestemming is, want ik heb daar een hotel. Want we gaan vliegen, als jij mijn pushbruggen hebt gehoord. Want we wonen eerst met de UBB Nightjet gaan, maar ja, aangezien er in Duitsland een staking is met de machinisten. Ja, geen treinen naar Duitsland hier, dus dan kunnen we niet met de Nightjet, dus daarom gaan we vliegen. Maar dat heb ik al in die pushbrief verder verteld. Dus dat ga ik jullie nu niet opnieuw vertellen. Dus let's go to het station. Ik zie dat er een staking is in Duitsland, maar daar zie ik de regionaal trein naar Bielefeld wel gewoon rijdt. Hoezo een staking? Oh ja, nog een voordeel is, als je een interrail pas hebt, wat ik dus heb, zo'n interrail pas, hoef je niet in- en uit te checken bij een Nederlands OV. Dus dat is verrekt handig. Mijn naam is Tim, ik ben 21 jaar oud en ik heb een Interpass aangeschaft, een eerste klas editie. Met die pas wil ik jullie deze coronajarige 2021 Europa verkennen. Veel kijkplezier! Tot ziens, zijn niet alle treinen dus in staking in Duitsland. Maar ik weet het vanzelf ook al een keer hier in Nederland een staking is geweest. Ga er gewoon automatisch vanuit dat er gewoon geen trein rijdt. Maar ja, daardoor gaan we ook met een vliegtuig en niet met een Nightjet, wat ik graag gewild had. En Hengelo was ook niet mijn beginstation van de Interrail, dat had Borne moeten zijn. Ook dat ging allemaal anders dan had ik gepland heb. Maar ja, het is vooral veel wennen, ook Interrail dag 2 is dat. Dat is morgen, dan eerst met vliegtuig en dan trein door Oostenrijk. Is ook heel veel lang wachten. Echt heel veel lang wachten. Dus deze interim wordt echt heel veel tijd, hebben we echt heel veel moeten wachten. Dus af en toe komt er dan zo'n treinshotje voor. Waardoor ze nu ook hebben. Zo even wachten op de NS Intercity richting Schiphol. De eerste trein die we vandaag gaan nemen en ook de laatste trein die we gaan nemen in Nederland. Want de eerste volgende trein die we hierna nemen is waarschijnlijk een UBB trein. Ik ga inderdaad dus naar Schiphol heen. Maar NS. Ik krijg dat niet voor elkaar, maar in ieder geval, deze stoelen zitten los. Dus daarom vind ik zeggen dat dit een kutcomfort is. Maar met deze trein gaan we wel naar Schiphol. Maar ja, dat gaan we niet doen. Geen connectie aan maar voor mij voor vandaag. Ja, voor mij is hier ook iets te doen, voor mij is hier ook kermis. Als ik het goed zie. Weet ik niet. Station Hilversum. Nog steeds tot Schiphol. I just can't even hold.
dan anderhalf uur in deze trein te zitten, moet ik nou even mijn rug onceren. Oh, dit ding eindigt hier. Ik denk dat we richting de hotels gaan. Ik heb mijn hotel ook inmiddels al gevonden. Pittigste M. En er gaat nog een citee afgetutten. Wat me wel opvalt hier, zie je. Nu wordt heel veel in het Engels aangesproken. Net als de hotel waar ik nu in ga, ziet ze M. Van de vorige keer toen ik daar was geweest, was allemaal Engels. Dus geen bus aan. Dus dan weet je, het is allemaal Engels. Dat is in de trein ook. Maar daar naartoe ik een interrailpas heb en naartoe geen Nederlands kaartje is, dan denk ze automatisch dat ik geen Nederlander ben. Maar dat is niet waar, ik heb gewoon een exclusief interrailpas. Het is wel leuk om hier een keer weer te gaan vliegen. Want eigenlijk had ik hier niet mogen zijn, had ik echt in Utrecht moeten zijn met de Nightjet. Maar ja, die gaat niet door. Even een hotelkamer review doen, want die hoort er natuurlijk ook bij. Ja, het is luxe ding. Anders gaat hier op tablet. Nou, ziet er gewoon echt prima uit. Een evacuation plan. Allemaal in het Engels. Is natuurlijk ook belangrijk hier, want Schiphol. Nog een leuk shapeje van Citizen M. Nog een mooi kraantje. En nog laat ik je de mooiste dingen zien. Ja, jeetje, wat een dudes van een badkamer, joh. En een heerlijke rain shower. Als ik morgen vroeg in deel 2 met mijn interrail door ga vliegen, dan laat ik je wel even zien hoe die shower is. Nou, dan komt een dikke elektrische bus aanrijden. Van Build Your Dreams. Oftewel van, ja, wat ik al zeg, alles werkt op iPad. Allemaal hier met de keycord. Ze hebben zelfs ook Engelse stopcontacten en voor mijn Amerikaanse, dat weet ik niet, en 2 Europese. Hier kun je zelfs ook nog wel met de hand bedienen. Je hebt hier ook nog een paar boekjes, bijbelboekjes. Ding. Nou, het ziet er echt mooi fancy uit. En het uitzicht is ook u tegen te zeggen op dit lekker kingside bed wat heel lekker ligt. Kijk, een mooi uitzicht op het vliegveld. Dus al die vliegtuigen opstijgen en zo. Nou ja, dat zien jullie allemaal in deel 2. Dat is ook meteen deel 1 van mijn interrail reis. Nou, dit hotel heeft mij €99 gekost. Wat eigenlijk niet de bedoeling was, want ik zou vandaag officieel met de interrail gaan, met de Nightjet gaan. Maar ja, wat ik hier al elke keer al loop uit te vertellen, is dat er een staking is in Duitsland. Dus alle internationale treinen liggen gewoon plat. En dat zou morgen nog ook nog wel zo zijn. Dus daardoor heb ik gewoon besloten om met de vliegtuig te gaan, want anders is mijn vakantie zo om. Dus we gaan lekker vliegen morgen met Austria Airlines naar Wenen. Dus ik moet morgen vroeg om 8 uur bij de gate zijn. Dus ik ga morgen nog wel even filmen hoe ik hier weg ga uit dit hotel. Het is allemaal in het Engels. Dus heel makkelijk ging het. Dus ja, hier gaat nog een grappig trekkertje met allemaal containers. Dit de cargo afdeling is van Schiphol. Dus alle goederen wat hierin zit. Ik denk dat hier best nog wel heel wat goederen is. Ik zie ook allemaal van Dura Vermeer. Echt, heel veel Turkish Airlines. Nou ja, het is interessant dit. Dus nog avondeten, maar dat ga ik niet in het hotel doen, want ik ga denk ik hier het ding. Ontbijt is ook allemaal wel best wel vrij prijs, ook wel €15. Ja, voor mijn 1 persoon is dat denk ik nog wel redelijk betaalbaar. Maar het zijn gewoon standaard Nederlandse prijzen. Maar daar heb ik geen tijd voor. Dus we gaan straks ook richting het vliegveld heen. Dus even kijken of die televisie aan de praat krijgt. Maar verder is het gewoon een heel mooi hotel. Je kunt het een beetje vergelijken met een capsule hotel. Dat concept. Nou ja, maar dan met, wel met eigen badkamer en privacy. Nou, ik ga nog een food review voor jullie laten zien. Maar ik sluit de video wel alvast af. Ik vond deze intro dag wel heel apart. Want het is eigenlijk helemaal onverwachts gebeurd. Ja, als je echt veel meer wil weten wat er gebeurd is, kijk dan even mijn live vlogs. Op die kanaal die ik gisteren heb gemaakt. Waar we ook nog zo snel mogelijk kunnen regelen dat ik überhaupt hier in totaal kan
kan komen. Dus abonneer meer voor meer. En dan zien we weer in deel 2 van Tim Strijnige Interrail Tour. Zeggen we op het Nederlands, tot ziens, tot de volgende keer. Tim Strijnige Food Review. Vandaag gaan we bij de Burger King eten, want Burger King is prima. Ik heb hier een of andere bacon Texas beef ding met chicky chais. De spul mag hier. Chais, friets, nog wat. Zo wat denk ik smaken. En een Coca-Cola.